Voor Welle in Vierde Nationale stond er misschien wel de wedstrijd van het jaar op het schema. Met de komst van de leider uit de reeks werd er door Welle uitgeweken naar het mooiste stadion in België, buiten de Gelamco Arena gerekend misschien. De thuisbasis van STVV werd het decor voor een geslaagde avond voor KVK Welle. Het begon al rond een uur of zes wanneer de meer dan 600 VIP's aanschoven aan de tafels voor een uitgebreid diner. En uiteraard mochten de partners niet ontbreken, beginnend met Miguel van der Rijt. Ik denk dat het een schitterende organisatie weer is van het hele bestuur van KVK Welle. Wat ze hier vandaag doen, uniek in Limburg denk ik, om hier in Staaije deze wedstrijd tussen KVK Welle en Beerschot op deze manier te organiseren. Ook nog op Valentijn, dus top. Uniek in Limburg voor een wedstrijd in Vierde Nationale. Al was er toch even overleg nodig alvorens het eigen stadion te verlaten en te verhuizen voor deze wedstrijd alvast naar Staaije. Het was een beetje een dualiteit. Op een bepaald moment was er de dingen van oké, gaan we het in het huiselijk stadion van Welle doen. Niet echt gaan voor het grote publiek, voor de heel veel massa mensen, maar wel voor de intimiteit van het eigen club. Of gaan we het opentrekken? De keuze is gemaakt voor het opentrekken en ik denk dat het een heel goede keuze geweest is en het bewijs is hier vandaag achter mij te zien. En dat mocht gezien worden. Gezelligheid troef in een prachtige accommodatie van STVV, maar de gezellige familiale sfeer van KVK Welle geeft voor een partner toch nog een doorslag. Oh, KVK Welle denk ik dat in de Limburgse regio een zeer aangename club is. Een kleine club, maar met een heel groot hart. En ik denk dat dat heel belangrijk is in het beoefenen van sport. En daar voelen wij ons als firma, als Van der Rijt, toch wel ook toe aangetrokken. En dat zullen ze op KVK Welle graag horen. Een tevreden partner die samen met velen van het diner genoten, alvorens af te zakken naar de VIP-tribune. De gebroeders Frank en Chris mochten uiteraard niet ontbreken op deze wedstrijd. En ook zij genoten van de belangstelling dat deze wedstrijd teweeg bracht. Wij zijn fier om een sponsor te mogen zijn van onze club KVK en Welle. En dat wij een evenement like dit hier kunnen mee ondersteunen. Had je zulke grote opkomst verwacht? Wij hadden wel verwacht dat KVK wel een mooie opkomst zou kunnen realiseren. Ze zijn daar heel sterk in. Maar dit hadden we inderdaad nooit verwacht. Zo'n aantal hadden we nooit verwacht. Nee. Beide heren ondersteunen niet alleen het eerste elftal, maar werken ook volop mee aan de toekomst van KVK Welle. Met andere woorden, de jeugd. Ja, om te beginnen, wij zijn super fier dat wij de jeugd van KVK Welle mogen mee ondersteunen. Zij vinden de kwaliteit van hun jeugdwerking ook zo belangrijk, net zoals wij dat in ons bedrijf vinden. En wij zijn ook blij dat we dat mogen blijven ondersteunen voor de jeugd van Welle. Ja. En ook de voorzitter die dagelijks met de club begaan is, was een uitermate tevreden voorzitter. Als je ziet dat wij als Vierde Nationaler dit stadion en vooral deze zaal volledig gevuld krijgen, dan mogen wij terecht vier zijn. En dat mag gerust, want KVK Welle is een Vierde Nationaler. En dan zoveel mensen bij elkaar brengen, is een unieke belevenis dat zijn voorgaande niet kende. Wij zijn een Vierde Nationaler en geen Eerste of Tweede Nationaler. Dit zie je op niveau van Eerste en Tweede Nationale. Vandaar dat het ongezien is en dat wij ongelooflijk fier zijn dat wij dit hebben verwezenlijkt. Had je dit zelf verwacht? Absoluut niet. Wij hadden een 300 man verwacht. En natuurlijk veel volk voor de wedstrijd. Maar nu we hebben we toch al 1000 kaarten verkocht van Beerschot. En evenveel hoop ik van KVK Wellen. En dan deze er nog bij. Dus zitten we aan de 2500, 3000 misschien. En dat werden er meer dan 3000. Een organisatie zoals deze kan je als dagelijks bestuur niet alleen. Daar heb je vele vrijwilligers voor nodig. En ondanks datgene dat de voorzitter op deze avond aan zijn hoofd had, de medewerkers die dit mogelijk gemaakt hebben, vergat hij niet. Ja, we hebben een ongelooflijke sterke ploeg die al weken, maanden dit aan het voorbereiden is. Zowel het culinair als de ticketing. De veiligheid en ga zo maar door. We hebben zowel mensen die zich in het veld dan wel ook organisatorisch voor elkaar hebben gemaakt. Een huzarenstukje waar ik al onze vrijwilligers wil bedanken voor hun inzet.
Dit is echt om fier op te zijn, absoluut. Na het culinaire gedeelte waar iedereen verwend werd, was het tijd voor de opkomst van de spelers. Zoals dat alleen op Staje kan, want ook dit is uniek in België. Beide teams gaan echter niet zo goed van start. De thuisploeg krijgt enkele kantjes, maar het zijn de bezoekers die met een afstandsschot op 0-1 komen. Wat meteen de ruststand was. Verder viel er voor de rust alvast weinig of niets te beleven op het veld. Dan maar wat ambiance maken naast het veld. Moeten de rattensupporters gedacht hebben, want zij gooiden een bommetje naar de grenswachter, waardoor deze verzorging nodig had. En alsof dat nog niet genoeg was, klopten ze nog even op elkaar, zodat ook het Rode Kruis en zelfs de brandweer verzorging moest toedienen. Voetbal, een feest. Dat was het bij de thuisaanhang wel, ondanks dat de bezoekers even laat op 0-2 komen. Toch is de wedstrijd nog niet gespeeld, want wanneer de bezoekende defensie staat te slapen, worden ze opgerold en hebben we meteen terug een wedstrijd. Het staat 1-2. De thuisploeg heeft dan al te veel krachten verspeeld en wanneer 3 minuten later de 1-3 wordt binnengetrapt, is de wedstrijd gespeeld en hebben we meteen de eindstand. KVK Welle mag een grote pluim op de hoed steken, want deze Limburgse organisatie was er één zonder voorafgaande. En ondanks het verlies van het team werd na de wedstrijd een feest gepresenteerd in Staje waar velen nog lang zullen van nagenieten. KVK Welle, Beerschot Wilrijk, 1-3. Eerste helft vond ik nog redelijk evenwichtig, dus ze hebben weinig kans gehad. We hebben ook enkele mogelijkheden gehad. Als onze eerste kans binnengaat, komen we 1-0 voor. Oké, we staan in rust 1-0 achter. Een beetje te veel achteruit gelopen, vond ik. En tweede helft, oké, ze scoren op de 2-0 en toen voelde je dat er iets gebroken was bij ons. Ik denk de eerste 5 minuten waren een beetje onder indruk. Goed, er was heel veel volk. Ik denk dat we eerst zelf een heel verdienstelijke partij spelen. We komen een beetje ongelukkig 0-1 achter door een afstandsschot. Ik denk dat we daarvoor weinig hadden weggegeven. Dat Beerschot eigenlijk weinig kans heeft gehad. Ik denk niet dat ik ene bal echt heb moeten pakken. Goed, kom je 0-1 achter. In de kleedkamer wordt dan iets wat aangepast. We komen de tweede helft met een goed gevoel in. Dan kom je op een tegenaanval eigenlijk. Een goede actie op links. Kom je 0-2 achter, dan gaan een beetje de kopjes omlaag, kom je eigenlijk een beetje onverwacht 1-2 terug. En dan komt dat geloof er terug in voor die 2-2 te maken. En dan maken zij op een counter opnieuw 1-3. Bij ons was het toch wel wat teleurstelling, omdat ik vond Beerschot eigenlijk vandaag hadden we iets meer kunnen doen tegen de eerste. Er was misschien iets te weinig geloof bij ons om voor een stunt te zorgen. Maar goed, al bij al, de inzet was er wel. Maar toch te weinig. Ik had te weinig indruk dat we het gevoel hadden dat we iets konden rapen tegen een iets te veel respect getoond voor Beerschot. Goed, 1-3. Je moet ook niet. Zij gaan kampioen spelen. Neerpeld verlies, dus wij moeten ons hierin optrekken en wij moeten de volgende weken punten gaan halen. We hebben nog maar 29 punten, we moeten ons toch proberen te handhaven en dat gaan we ook alles voor doen.